Meneer, u maakt wel heel veel kabaal, hè? Ja, mooi, hè? Dat is ook de bedoeling, hè? De aandacht van de mensen te trekken. Hè? Ja. Ja. Die is al wakker nu, zeg maar. Ja, ik heb vanmorgen al geblazen, dus ze liepen al achter mij aan. Dus het was niet zo erg goed. Waarom doet u hier al mee? Wat vindt u hier zo mooi aan? Wij willen graag onze jeugd laten zien dat wij ook een hele goede cultuur hebben. Ons verhaal gaat van het jaar 323 tot aan de late middeleeuwen. Dan willen wij laten zien wat voor instrumenten en wat voor muziek en wat voor entourage er allemaal waren. U bent gewoon prostituee eigenlijk? Ja, zo kan je het noemen. Wij noemen het lichtekooi. Charlatan, ik ben een oplichter. In mijn hand worden kleine dingen groot. Wacht even hoor, ik word afgeleid door Barend. Die laat even iets zien, zijn fluit. Barend toch? Hij zit in de tent! De klotendolk. Ik heb de eerste eikel al bij me. Wil je de eikel zien? Nou ja. Een bijzonder exemplaar, vind je niet? Ik weet niet of misschien nog een brek ander instrument willen horen. Een draailier of zo. Of een eenhoudsluitje. Ja, ik ben zeer benieuwd wat hij nog meer heeft. Ja, nou weet je wat? Dan gaan wij zo meteen eenhoudsluitjes pakken. Dat doen we met een snarentrommel. En dan doen we een lied wat ik dus zelf geschreven heb. En die heet dus Hamerland. Zelfs toen al? Hij is 17 keer gebruikt, dus ik spoel hem elke keer goed uit. Oké, Sebastian. Hamerland. Kijk, zo zie ik eruit als ik in de toppen sta. Ja.